De acties bij de Surinaamse luchtvaartmaatschappij zijn opgeschort. Dit zegt bondsvoorzitter Marcia Klumper in gesprek met de nieuwsdienst. Voor nu is er rust in het bedrijf om vooral geen stremming te brengen in de vluchten die afgewerkt moeten worden. De bond was vooral gepikeerd omdat ze niet gekend was bij de samenstelling van het interim management team. De BPSLM had vooral moeite met de keuze van Ganesh Lai Singh als waarnemend president-commissaris, tevens lid van het interim management team. De actie is opgeheven. De mensen hebben de ruimte gehad om de werkzaamheden op te pakken, want je begrijpt, het is een chaos. Er zijn veel zaken niet duidelijk. Men was op zoek naar stukken, maar je begrijpt, de operaties moeten voortgang vinden. De vliegtuigen moeten vertrekken, passagiers moeten vertrekken. Dus we willen daar niet zonder meer stremming in brengen. En we hebben de afspraak gemaakt van luister minister, we geven u de ruimte als regering. Maar we vragen wel dat we correct worden behandeld in de zin van als er mededelingen zijn, kom er even terug. En we hoeven niet elk ogenblik uitgenodigd te worden. Maar er zijn verschillende manieren waarop we met elkaar kunnen communiceren. Ja. Maar laten we het niet vernemen vanuit de media. Klumper zegt verder dat ten aanzien van de Boeing 737-800, die geleased ingezet zou worden om te vliegen op de regionale route, niet veel bekend is. Er lopen namelijk geruchten dat het vliegtuig niet meer naar Suriname zal komen. Er is weinig dat we weten. Dus de mensen zijn nu bezig na te gaan wat de stand van zaken is. Hoe ver de verschillende overeenkomsten zijn. Want je begrijpt, er was al een overeenkomst wat betreft het binnenhalen van het toestel. Ik begreep dat er wat zaken waren met betrekking tot de motor die gevallen is. Wat is de stand van zaken? Je begrijpt, het was voor een bepaalde periode ingehuurd. Die periode is dadelijk verstreken. Dus je moet nu uitkijken naar iets anders. Dus ik denk dat men daarmee bezig is om te garanderen dat we dus blijven vliegen. De vakbondsleider verduidelijkt dat zij heeft vernomen dat er een technisch probleem is opgetreden bij onderhoudswerkzaamheden van het vliegtuig. Klumper zegt dat er intern wordt afgewacht wat betreft specifieke informatie over de status van het vliegtuig.